Dus wat ik altijd zeg, deze meditatie, net als andere boeddhistische meditaties, bestaat uit verschillende aspecten. En dat is heel belangrijk. Dus je hebt in boeddhistische meditatie heb je altijd kalmte en inzicht. En de ene meditatie legt heel veel nadruk op inzicht, van word bewust, word van dit en dit, zie de vergankelijkheid. Zie hoe alles niet werkelijk jezelf is. Nou, dat is weer meer de inzichtkant. Kalmte is heel erg gericht op het hier en nu zijn en het leren kalmeren en stil worden van binnen. En dat zie je eigenlijk meer in de Tibetaanse en Chinese meditatie terug. Niet zo heel veel in de Thaise meditatie, maar deze vorm van meditatie wel. Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat Dhammakaya-meditatie eigenlijk meer lijkt op Chinese, Tibetaanse en Zen-meditatie dan de meeste meditatie in Zuidoost-Azië. Maar uiteindelijk zijn alle boeddhistische meditatievormen gericht op wijzer te worden en kalmer van binnen. Dus het is eigenlijk een beetje een theoretisch verschil. Dhammakaya-meditatie is door deze man, deze monnik, is dat begonnen. En deze ingekleurde foto, daar wijst hij op. Dat was in ongeveer in de 40, 50 jaar is deze foto gemaakt. Toen had je in Thailand nog niet heel uitgebreide fotocamera's. Maar deze is, dit is eigenlijk niet echt een foto. Het is een onderdeel van een filmpje dat is gemaakt met een echt zo'n oude camera nog, weet je wel. En hier zie je hem dus op een podium zitten, terwijl hij dus uitlegt hoe je je ademhaling kunt volgen naar binnen toe, naar de middenruimte in jezelf. Dus dat is wel heel bijzonder om zo'n historische foto te zien, of een historische opname. En hij is deze meditatie voor het eerst gaan onderwijzen. Het was in die tijd nog niet in die vorm. Je had wel zeg maar fragmenten van allerlei vergelijkbare technieken. Maar deze techniek, echt in deze vorm, is dus voor het eerst door hem geïntroduceerd in de begin van de 20e eeuw. Het begint met kalmte en dan pas inzicht, maar dat had ik al gezegd. Het is een stilstaand onderwerp, deze meditatie. Als iemand jou vraagt, wat is typisch aan deze vorm van meditatie die we doen, dat is eigenlijk dat het een stilstaand onderwerp is. Want de meeste, kijk maar naar enige yoga-klasse waar je heen gaat, een yoga-les, dan heb je eigenlijk op het einde ook het volgen van de ademhaling. Dat is ook een soort van meditatie. Maar dat is dus niet een stilstaand onderwerp. Dat is heel belangrijk. In Dhammakaya-meditatie is stilstand van aandacht het hart. Dus Lompo Apaknaam, de man, de monnik die je net zag, die zei ook van stilstand, dat is meditatie. Dus yut nanle kutua samatha. Dat is dus de essentie. En hij baseerde zich op bepaalde bekende teksten in het boeddhisme. Maar dat had wel een eigen benadering in sommige aspecten. Het bijzondere van deze meditatie is ook dat je in de verdere, vergevorderde stadia gelooft men dat er werkelijk een werkelijkheid is in jezelf die je kunt ontdekken en die er voor iedereen hetzelfde uitziet. Daar kan ik later wel meer over vertellen een keertje als iemand geïnteresseerd is. En we hebben het er eigenlijk al over gehad, hoe de verschillende aspecten in de meditatie, hoe je dat oefent. Maar het belangrijkste is de aandacht. En dat is natuurlijk iets waar we heel veel nadruk op tegenwoordig op leggen. Aandacht, mindfulness is een heel belangrijk aspect van meditatie. En dat begin je dus hier met het middenruimte. En hier zie je de middenruimte heel duidelijk afgebeeld. En je ziet als hier dat iemand, dit is eigenlijk een beeld van iemand die zich daar een cirkeltje of een bolletje voorstelt. Dat hoef jij niet te doen. Je kunt in feite ook je een lichtje voorstellen of een zon of een maan, wat ik al eerder vertelde. Traditionele manier om
duidelijk te maken waar je middenruimte is, is ga tweemaal de breedte van een vinger boven je navel en dan in het midden van je romp. Maar ja, in de praktijk is dat natuurlijk geen geometrische berekening of zo. Het is meer dat je naar het gevoel luistert. Wat voor jou je midden, als je midden voelt. Nou, dat doe je op een ontspannen manier. Heel essentieel. Heel essentieel in deze meditatievorm is dat je alleen op een lange termijn, zeg maar, je aandacht kunt ontwikkelen, is door het op een ontspannen manier te doen. Ja. Dus als je het heel erg forceert, dan wordt de meditatie eigenlijk steeds vervelender. Ja. Steeds minder interessant. Of zoals de Belgen zeggen, het wordt heel ambetant. En dat is eigenlijk wat je wilt voorkomen. Dus je moet het aangenaam maken. En dat is eigenlijk ook heel belangrijk. En dat zie je ook wel in andere tradities terug, hoor. Dus je moet eigenlijk jezelf zien als een soort van huis wat je inricht en dat interessant moet zijn om in te wonen. Dus als je mediteert, dan probeer je aandacht in het midden te brengen. Maar als je in het midden een puinhoop bent, dan wil je ook niet daar blijven. Dan ga je de hele tijd naar buiten. Dus dat is een beetje de manier waarop je het doet. Je leert uiteindelijk jezelf meer te ontspannen. En iedereen moet dat een beetje voor zichzelf ontdekken. En dan doe je regelmatig wat we in het Thais noemen samam samur. En dan word je er steeds beter in. En dat wat belangrijk is ook daarbij, en dat kan ik niet genoeg benadrukken, is sankheet ook. Dus jezelf observeren. Niet tijdens de meditatie, want dan proberen we gewoon te zitten en te zijn. Maar jezelf observeren naderhand. Hey, deed ik het wel goed? Misschien deed ik het wel goed, maar ik voelde me een beetje moe. Was dat misschien omdat ik te snel vanuit mijn werk naar de meditatie ben gegaan? Of was het misschien omdat ik te weinig heb gegeten? Nou ja, leer jezelf een beetje kennen. En op die manier weet je ook wat er gezond is in je leven en wat niet. Meditatie is in die zin een soort van venster in je leven. Nou, je kunt er heel veel zeggen over aandacht. Maar je kunt het ook samenvatten als niet afdwingen. Dus niet forceren van ik moet mijn aandacht in het midden doen, want dat is wat Lompie Sanders zegt. Nee, je moet het heel, heel relaxed houden, ontspannen. Nonchalant. Daarom zeggen ze ook wel, kinderen zijn de beste meditatiebeoefenaars. Omdat die alles heel erg relaxed en speels doen. Maar het probleem met kinderen is dat je ze vandaag meditatie leert en morgen zijn ze het alweer vergeten. En niet afdwalen spreekt natuurlijk vanzelf en niet voortborduren. Dus als je iets van een gedachte hebt, laat die gedachte zo zijn. Ga daar niet op voortborduren. En soms vergelijken ze aandacht en meditatie ook wel in Thailand met een schroefdraaier. Ik zeg altijd, de Thai hebben niet de meest poëtische vergelijkingen, maar het is wel duidelijk. Dus als je met een schroef in de muur aan het draaien bent, dan moet je eerst de schroefdraaier op de schroef zetten. Dat is de aandacht. En dan het indraaien van de schroef, dat je de schroef erin draait, dat is eigenlijk wanneer aandacht meditatie wordt. Dus mindfulness en meditatie is niet exact hetzelfde. Mindfulness is als het ware de voorbereiding op de meditatie. In meditatie ga je dieper de diepte in. Het is als het ware de verticale dimensie. Je gaat dieper in jezelf. Nou, ik ga dit even overslaan. En wat ik al zei, welzijn, dat is dus naast aandacht het belangrijkste aspect, is dus ook een kwestie van jezelf accepteren. Ze zeggen, de Boeddha die vergelijkt zelf onze aandacht, onze geest, met een wild dier, een wild paard. Sommige teksten zeggen ze ook wel dat we van binnen een soort van aapje zijn. Maar net zoals ook een wild dier getemd kan worden, kunnen we dus ook leren de wilde geest naar binnen te brengen. En uiteindelijk raken we er meer aan gewend.
En getemd is niet hetzelfde als tam en dat je geen energie meer hebt of zo. Het is meer dat je jezelf op een dieper niveau ontdekt. Nou, hier zijn zo wat vergelijkingen waarmee je de dagelijkse beoefening van meditatie kan vergelijken. En ik denk de belangrijkste is te zien als, dat het een soort van exercise is, hè? Een soort van lichaamsbeweging, een soort van exercise. Maar dan voor je geest. En als je het zo ziet, dan is het ook niet heel mystiek of mysterieus of zo. Het is gewoon een oefening. En het is tegenwoordig met voortschrijdend inzicht in de wetenschap, is het ook duidelijker geworden dat meditatie ook werkelijk je hersenen oefent. Net als dat je met lichaamsbeweging, met gymnastiek, je spieren oefent.